Onder toeziend oog van de kenners bereidt de koploper van de Jupiler League zich voor op de hervatting van de competitie. Jong PSV als koploper. Het is even wennen, zeker ook voor de spelers, die zo af en toe teletext en andere media checken. Niet om te kijken of het echt waar is, maar gewoon uit pure trots. Toch wel een paar keer. En we zagen ook een paar foto's op het internet en zo, op Twitter en op Facebook. Dat het toch wel raar is dat Jong PSV bovenaan staat. Ja, is het raar? Voor jou? Voor mij niet echt. Omdat PSV is wel een club die die wedstrijden wint. Maar toch als jonge ploeg in zo'n oude competitie eigenlijk met spelers van rond 30 jaar en zo, is het toch wel mooi dat wij bovenaan staan. Ja, hoe verklaar je dat jullie bovenaan staan? Ik denk met, wij zijn jong, wij willen graag winnen. En wij hebben veel kwaliteit in de ploeg. Dus mij verbaast het half dat we bovenaan staan. Veel kwaliteit in de ploeg dus. Jong PSV, het speelde tot dusverre 5 wedstrijden, het won er 4 en speelde er eentje gelijk. Het begon allemaal in het Jan Lauwers Stadion tegen FC Den Bosch. Dit is Lauwersen, keeper red. En daar is Lammers als een echte spits op de goede plek om de rebound, die wordt weggegeven door Heemskerk, de doelman van Den Bosch, binnen te schieten. En hier is Lammers weer. Hoek is lastig, maar hij schiet hem er wel in. 5e van het seizoen voor Lammers. Die bal wordt uitstekend teruggelegd en schitterend afgemaakt door Gudmundsson. Achter de bal, De Wijs. Centraal verdediger bij PSV en die maakt een geweldige goal. Zo'n vrije trap kan er niet mooier in dan op deze manier. Betekent einde oefening voor Utrecht. En hier is die 2-0. Het kan niet anders, inderdaad. Pablo Rosario met zijn rechter geplaatste bal. Philippe Rommens startte 2 keer in de basis dit seizoen bij Jong PSV. Hij kijkt gematigd tevreden terug op zijn start. Ik vond het best aardig is gegaan. Ik heb 2 wedstrijden gespeeld. Omdat ook komen spelers terug van de eerste en dan moet je toch wel een beetje aanpassen. Maar dat hoort er nu allemaal bij. Maar ik ben wel tevreden over mij. Ja. Ja, hoogtepunt was denk ik de wedstrijd tegen Den Bosch, dat jij die vrije trap mocht nemen. Ja, zeker. Het is wel mooi, maar wel knotsgekke wedstrijd natuurlijk. Ik moet zeggen, dat gebeurt eigenlijk vanzelf. Je hebt die trap. Je kunt wel trainen, maar toch, het zit er vanzelf ook in. En ja, als je veel traint, dan komt er wel een vaste trap in. Ja, dan komt zo'n moment tegen Den Bosch. Die bal die komt op een ideale plek voor jou te liggen. Wat denk je dan? Ja, ik moet die bal hebben. En dan moet je gewoon de tijd nemen en gewoon rustig voorbereiden. En dan doen wat je op training ook doet. Bij de familie Rommens staat NAC uit met hoofdletters in de agenda. Want Philippe treft in Breda zijn broer Olivier. Ja, het is natuurlijk mooi om tegen elkaar te spelen. Hij komt ook van Jong PSV en het zal wel een mooie strijd worden. Ja, kun je eens beschrijven of er al een beetje heen en weer geappt is, hoe de gesprekken zijn tussen jullie de afgelopen tijd? Nee, niet echt. We zijn daar niet echt mee bezig, van tegen elkaar. Want hij is nu ook vooral bezig met zijn blessure en proberen om fit te geraken. Maar het wordt twijfelachtig denk ik voor hem. Broederstrijd of niet, NAC uit gaat sowieso lastig worden. Het is natuurlijk altijd moeilijk, NAC uit, supporters. Het is altijd wel een invloed op het spel. Maar ik denk als we gewoon ons spel spelen en met flitsen er kunnen uitkomen, hebben we zeker een kans om die te winnen. Ja, hoe lastig is het om jullie spel te spelen in zo'n wedstrijd tegen NAC? Want bijvoorbeeld uit bij VVV, uit bij Cambuur was het lastig om echt aan voetballen toe te komen. Hoe gaan jullie dat nu anders doen? Ik denk dat we toch meer rust in ons spel moeten brengen en proberen om toch ons eigen spel te spelen. Natuurlijk is dat moeilijk, want vaak zitten ze dan hoog druk en dan die supporters erachter en dan word je wel een beetje zenuwachtig. Maar we moeten gewoon rustig blijven, het eigen spel spelen en dan denk ik dat het wel goed komt. Ja, de koploper komt op bezoek in Breda, dus ze zullen wel een beetje bang zijn. Ja, ik denk het ook.